Vandaag is de grote dag. Het is namelijk de finale van de audities van Kinderen voor Kinderen. Meer dan 1000 kinderen hebben zich opgegeven, hebben auditie gedaan. Maar er mogen maar een paar door. Dus het wordt een hele spannende dag. Wie komt er in het Kinderen voor Kinderen koor 41? Jullie komen voor de audities voor Kinderen voor Kinderen? Ja. En wie van jullie komt auditie doen? Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Jij komt ook auditie doen? Ja. Komt bij. Wat is je naam? Olivier. Wat hebben jullie gedaan om goed voorbereid te zijn vandaag? Vroeg naar bed gegaan. Dat is een hele goeie. Vroeg naar bed gegaan. Jullie ook allemaal? Konden jullie ook een beetje slapen of niet? Ik werd heel vroeg wakker. Ja? Ik probeerde te slapen, maar dat lukte de hele tijd niet. Nee? Wat vind je het spannend vandaag? Ik denk wel dat ze gaan zeggen wie er door is en wie er niet. Ja? Genieten. Goed voorbereid? Ja. En hoe komt het dat jij niet zenuwachtig bent? Heb je een speciale truc of zo die je dan doet? Of een speciale oefening? Nou, ik heb altijd geluk bij je. Je hebt altijd geluk bij je? Nou, dat vind ik echt een hele mooie. Heb je vooral zin in het zingen of dansen of allebei? Allebei. Zou je misschien een klein stukje van mij willen dansen? Ja. Oh, kijk! Nou, dat komt helemaal goed. Ja. Heel veel succes en veel plezier vandaag. Dankjewel. Bijna alle kinderen zijn binnen en het zag eruit alsof ze er allemaal heel veel zin in hebben. Ik heb er ook zin in, dus ik ga snel naar binnen kijken hoe het gaat bij de audities. Spanning is om te snijden, hè, jongens. Helemaal vol. Wil je kijken? Al zin in? Ja! Ik geef een stem op warm, jongens. Succes allemaal. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En, doe even mee. Schroep even los. Ja, even lekker los. Ze zijn lekker aan het opbouwen. En dat klinkt heel gezellig. Een beetje met ze werken. Ja, ik wil echt met ze gaan even uitproberen wat er allemaal in zit en of ze reageren op wat ik zeg. Ja. Nou, dat is echt heel belangrijk. Er is zoveel te beleven, dus ga mee op avontuur en pak je koffers en pak je tas. We gaan op wereldreis, op wereldreis. Kids zijn lekker aan het zingen en ze kunnen natuurlijk allemaal super mooi zingen, maar dat is niet het enige waar de jury naar kijkt. Ze kijken bijvoorbeeld ook. Of je het heel mooi brengt, of dat je goed verstaanbaar bent. En dat je natuurlijk bij de groep past. Dan gaat het niet meer alleen om talent. Het gaat ook om wat moet je wel nemen, wat moet je niet nemen. En ook van Michiel, welke stemmen passen er wel in het koor en welke nu nog niet. Of hebben net pech. Ja. Er is zoveel te beleven, dus ga mee op avontuur. En pak je koffers en pak je tas, we gaan op wereldreis. Er is een groepje aan het zingen, een groepje aan het dansen. Ja, en dan moet natuurlijk ook gegeten worden. Dus hier heeft een groepje pauze. Hé jongens, hoe gaat het? Goed! Ja? Vind je het leuk vandaag? Ja! Wat hoop je? Dat ik in het koor kom. Ik vond jullie ook allemaal echt heel goed. Ik ben blij dat ik de jury niet ben. Ik kan niet kiezen hoor. Je moest ook aan zo'n paal hangen, dus voeten tegen de muur en dan zo hangen. Ja. En dan moest je zingen. Dan moest je echt heel goed volhouden en ook nog even heel goed. Dus dat was soms ook wel heel moeilijk. Wat nou als jij straks te horen krijgt, jij mag in het koor. Wat is dan jouw reactie? Ik ga springen en gillen en dat de hele dag verder doen. Doe de power check vandaag. Geef de aarde weer wat zij verdient. Een beetje van jouw energie. Nou, hier is de sfeer wel even wat anders dan dansen bij de lunch. Zij zijn aan het overleggen, de jury. Wie er door mag naar de volgende ronde. Het is een meisje, het is niet zo'n heel opvallend meisje, maar zodra ze gaat zingen en dansen, dan gebeurt er iets. Ja. Ik zat er net even bij toen we aan het overleggen waren, maar jullie zijn het niet meteen eens met elkaar altijd. Nee, zeker niet. Nee. Soms lopen we echt uiteen. Ik koop jullie cadeautjes voor elkaar, zodat als jij dan, als die erin mag, dan krijg jij van mij dit. Nou, zoiets. Ja, gaat dat zo? Nee. We komen er altijd uit omdat we allemaal het totale plaatje, we snappen wat het totale plaatje moet worden. Ja. De puzzel die we moeten gaan maken. Jullie kinderen hebben talent als ze uit 1000 kinderen bij de laatste 30 zitten, hoor. Dat kan ik jullie vertellen. Net niet gehaald. Ja. Maar dan ben je super ver gekomen. Ja. Ben je daar wel heel blij mee? Ja, ik ben heel trots op mezelf. Goed zo. Heel knap van je. Ja. De eerste talentjes moeten helaas naar huis. Maar er zijn ook nog een aantal kinderen wel in de race. Dus we gaan gewoon door met de auditiedag. Ze gaan daar zingen en dansen. En da-da-da-da-da! Kijk maar even om.
Zeg maar even hallo tegen elkaar. De kinderen zijn druk aan het dansen en aan het zingen. En volgens mij zijn hier al wat ouders aan het wachten op de uitslag. Spannend? Ja! Zijn jullie zenuwachtiger dan hij zelf, denk je? Nou, weet ik niet. Dit was voor hem de derde keer dat hij meedoet. En hij was nu toch wel meer zenuwachtig dan andere keren. En wie is jullie dochter? Jul. Ze is zo ver gekomen nu. En dat hadden we gehoopt, maar niet verwacht. En zo zitten we er ook in. Dus we hopen dat ze erbij mag. En is niet zo, zijn we nog steeds apentrots. Goed zo. Ja. Nou, ik heb net een leuk concept bedacht. Ouders voor ouders. Dus het leek me misschien leuk om even met z'n allen leuk de powercheck te doen. Want die kennen jullie waarschijnlijk allemaal heel goed. Nou, ik zou zeggen, om even die spanning eruit te dansen en te zingen. We doen de powercheck vandaag. Rondje. Zet de stekker uit de muur en laat het licht niet aan. Wow. Goed zo. Applaus voor jezelf. De jury is eruit en de kids gaan nu horen wie er in het koor mag. Zo spannend, ik ben zo benieuwd. Vonden jullie het ook een beetje leuk? Ja! En het is natuurlijk echt heel spannend, hè? Want we zijn op zoek naar talent, we zijn op zoek naar een perfect plaatje. Dat is echt heel moeilijk geweest. Ik heb heel goed nieuws. Jullie zitten allemaal in koor! Gefeliciteerd! Je zit erbij! Ben je blij? Ja! Zie dat je kraaltjes ook? En trots? Heel trots! Gefeliciteerd! Ja, ik ben echt super blij! Oh, je wilt toch ook naar school? Je hebt toch een riedel? Je hebt toch een talent? Je hebt toch een talent? Ik ben... Ik ben Olivier, ik ben 8 jaar oud en ik kom uit Zeist. Ik ben Janet, ik ben 10 jaar en ik kom uit Amsterdam-West. Ik ben Paddy, ik ben 8 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. Ik ben Dwayne, ik ben 9 jaar en ik kom uit Heemskerk. Ik ben Sarah, ik ben 9 jaar en ik kom uit Zoetermeer. Ik ben Elske, ik ben 9 jaar en ik kom uit Oegstgeest. Ik ben Shaela, ik ben 9 jaar oud en ik kom uit Wierde. Ik ben Justin, ik ben 10 jaar oud en ik kom uit Linde. Ik ben Noah, ik ben 10 jaar en ik kom uit Den Haag. Ik ben Mee, ik ben 10 jaar en ik kom uit Bad Hoefdorp. Ik ben Jules, ik ben 8 jaar en ik kom uit Tetteleur. Ik ben Broes, ik ben 10 jaar en ik kom uit Rijswijk. Wij zijn de nieuwe kinderen van Kinderen Yes! Hey, en wie van jullie heeft het meeste zin in? Allemaal!